Tankstationhouders kampen met veel onnodige administratie bij de verkoop van tijdschriften. Het softwaresysteem Fuel Office moet deze lasten aanzienlijk verminderen. Fuel Office is een pakket wat we eigenlijk alweer een aantal jaren gebruiken. Wat er eigenlijk bij uitstek geschikt voor is om je goederenstroombeheersing op een tankstation gewoon goed te registreren. En ook te kijken of je aan de marges komt die de leverancier je voorhoudt ten aanzien van een bepaalde artikelgroep. Het nieuwe systeem helpt de shopmanager door middel van digitale samenwerking eerder aan te geven wanneer een tijdschrift, bijvoorbeeld voor een speciale actie, van prijs verandert. Dit kan dan eerder in het systeem worden ingevoerd. Ook kan hij zien welk exemplaar goed verkoopt en welke minder. Een actiepakketje bijvoorbeeld, kijk, dat zou normaal gesproken 7¼ kosten. Dat kost nu 4,95. Nou, dat impliceert dat het een andere prijs is, dat ook de barcode daarop aangepast is. Nou, dit komt vandaag binnen en dat scant niet, want die barcode kent hij niet. Nou, met het nieuwe systeem wordt dat een dag van tevoren aangeleverd, kunnen we de barcode, zeker de prijs, al activeren en zal die op het moment van verkoop ook gelijk scannen. Nou, dat is een wezenlijk voordeel voor ons. Het ministerie van Economische Zaken steunt ondernemers met een subsidie om zo meer gebruik te maken van digitale samenwerking. Niet alleen benzinestations, maar ook andere bedrijven werken al digitaal samen. Zo hebben uitzendbureaus digitale urenbriefjes en gebruikt de woningbranche een digitale catalogus. We hebben 12 stations, dus je kunt zich voorstellen dat, houd het maar krap aan, dat je 10 minuten per station in de week daar met dit soort dingen bezig bent. Voor 12 stations ben je toch al 2 uur tijdswinst. En dat niet alleen, ook gewoon de frustratie en de beheersbaarheid van het hele verhaal. We moeten er toch naartoe, bij de andere groepen halen we eigenlijk de marge die we ons voorgesteld hebben, halen we. En bij lectuur tot nu en toe halen we dat niet. En daar gaat toch heel veel geld in om. En het is eigenlijk doodzonde dat er veel geld in omgaat, dat we daar geen marge uit halen zoals we die eruit zouden moeten halen.